Mevrouw de Sutter, u weet dat ik u heel graag zie als mens. Maar als minister bent u helaas gebuist. Na het debacle rond de CEO van Bpost, de verkoop van de krantenwinkels aan een casinogroep, hebben we nu de aanhoudende problemen binnen de pakjessector. En dit probleem is niet nieuw, collega's. Reeds 6 maanden geleden hebben we dat al aangekaart hier. En wat hebt u ondertussen gedaan? Niets. U hebt een voorontwerp geschreven van wet. En wat staat daarin? Dat gaat in tegen al waar wij voor staan. De vrije markteconomie gaat op de schop. Het vrij ondernemerschap wordt ingeperkt. Op de banken van de PvdA, van de communisten, zijn ze waarschijnlijk lyrisch. U gaat het straks horen van mevrouw Vindevogel. En ook in de eigen coalitie rommelt het. Zoals we vandaag konden lezen in de krant, en ik citeer. Op de interkabinette werkgroep bleek reeds de impasse. De Sutter oogste alleen maar negatieve reacties. Mevrouw de minister, u bent gebuist. Gelukkig hebben wij wel pasklare antwoorden. Ik heb vandaag maar 1 vraag voor u. Hoe lang heeft het geduurd eer u een uitnodiging hebt gekregen om lid te worden van de PvdA? Dank u wel. Sommigen hadden hier waarschijnlijk liever, meneer Freilich, een gebuisde minister zien staan die inderdaad zegt, ik kijk de andere kant op. Het is zelfs mijn bevoegdheid niet, u weet dat. Dit is niet mijn bevoegdheid, het is de bevoegdheid van mijn collega. Het gaat over sociale wetgeving, het gaat over arbeids- en loonvoorwaarden en arbeid door minderjarigen. Maar ik heb wel een hefboom en dat is de postwet. Daar wil ik het toch eventjes over hebben. Het is hier ook door anderen gezegd. Gewoon zeggen, alles is oké, we gaan gewoon meer controleren en meer ingrijpen, is niet voldoende. En dat wat ik voorstel, de vrijheid van het ondernemerschap zou aantasten, omwille van een aanscherping van de wetgeving, daar ben ik het helemaal niet mee eens. De vrijheid van ondernemer ten koste van het welzijn van medewerkers en zelfs kinderen, sorry, daar pas ik voor. Ik denk ook niet dat het aanbieden van contracten van kwaliteit en een goede sociale bescherming, al dan niet via onderaannemers, want we willen dat model helemaal niet aanraken, maar dan wel aan volwassen medewerkers, onze ondernemers, beklemt of op een of andere manier in de problemen brengt wat betreft de ontwikkeling van deze sector. En degene die vindt inderdaad dat de enige manier is om in deze sector groei te bereiken, dat alleen maar kan door personeel uit te buiten en kinderen aan het werk te zeggen, wel, die mag dat met zoveel woorden hier ook komen zeggen. Ik ben benieuwd. Ik wil zeer duidelijk zijn. Wat ik voorstel in de postwet beklemt, beknot helemaal niemand of niets. Behalve, ja, de kans op uitbuiting. Het businessmodel van de e-commerce, waardoor de praktijken die we vandaag vaststellen blijkbaar noodzakelijk zijn, moet veranderen. Dat is mijn standpunt. Ben ik de enige die dat ruikt hier? Ik ruik een parfum de crisis. Mevrouw de minister, u zegt, er is eensgezindheid, dat is voorgelegd, iedereen is het ermee akkoord. Wel, ik kan enkel de kranten standaard citeren en misschien hebben die fout geciteerd, maar de collega van de VLD die zei, het wetsontwerp van de Sutter betekent een inperking op de vrijheid van ondernemen. Net wat u zei, dat niet is. Pakjesbedrijven, en dat ik citeer voort, moeten verantwoordelijk zijn voor hun onderaannemers. Dat principe bestaat ook in de bouw. Wel, dat staat haaks met wat u daarnet gezegd hebt. Trouwens, die woorden van de VLD, dat lijkt, ik herken mij daarin. Dat zijn mijn woorden. Wij hebben daar ook een oplossing voor. Namelijk, wetsvoorstel, het nummer is 2475, werd ingediend in de Commissie Sociale Zaken en komt binnen enkele weken weer aan bod. Dus aan de VLD zou ik zeggen, voeg de daad bij het woord, wakker dat liberaal vuur nu eens aan en stem voor ons wetsvoorstel. Dank u wel.